Hey, nog eventjes hierover doorredeneren, want jij had de New York Times laatst gelezen en stond Rutte op de voorpagina en er was een artikel over de verrechtsing van Europa. Caroline de Geijter had nu ook een heel aardig stuk over de verrechtsing van Europa. Ja. Maar wel met een origineel perspectief naar mijn idee. Waarbij ze eigenlijk duidelijk maakte aan de hand van het Zweedse geval. Daar is ook een verschuiving naar rechts heeft daar plaatsgevonden. Waarbij de Zweedse regering weliswaar samengesteld uit partijen die altijd veel kritiek op Brussel hebben. Maar omdat Zweden de tijdelijke voorzitter was van de EU, hadden ze gezegd, nou, we gaan dat puur zakelijk aanpakken, voorkomen realistisch, we gaan niet door met dat gehakketak op Brussel. En dat hebben ze ook gedaan en dat schijnt heel behoorlijk gewerkt te hebben. En zij deed de suggestie, die volgens mij niet zo gek is, dat die rechtse partijen, naarmate ze meer electoraal succes hebben, natuurlijk af moeten van hun idiote anti-Europese standpunt, omdat de EU natuurlijk zo belangrijk is geworden dat je hem niet meer kunt passeren. Dat je dus met de gelul van Geert Wilders of zo, we moeten er meteen uit. Dan krijg je brexit-toestand. Ja, dus de nek zitten en de brexit in. En er stond ook trouwens weer een stukje in de New York Times, niet waar, wat een ramp die brexit voor Engeland is. En dat ik geloof een ruime meerderheid had er nu spijt van. En er was zelfs een meerderheid voor het standpunt om maar weer terug te keren naar de Europese Unie. Vanwege alle narigheid die brexit met zich mee had gebracht. Dat leek mij een enorm goed idee, of begrijpelijk echt goed idee. Dat die rechtse partijen natuurlijk willen ze ook serieus genomen worden. Dat ze niet kunnen volhouden dat Brussel verschrikkelijk is. En dat het land er meteen uit moet. En weg met de euro en zo. Meloni is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Die doet hele rechtse dingen in Italië. Ja. Maar die heeft zich in feite heel anders dan iedereen verwacht had. Omdat ze ook in de campagne had gezegd weg met Europa. En ze doen niet genoeg voor Italië. Maar ze heeft zich in feite volledig geconformeerd aan een pro-Europees beleid en een pro-euro-beleid. Dus daar zit wel wat in. En dat zou natuurlijk gek genoeg aan de ene kant toe te juichen vallen. Omdat ze natuurlijk eindelijk afstappen van een volkomen irreële standpunt. Ik heb nog wel eens gezegd, als je een partijprogramma voor rechts zou willen schrijven, dan moet je toch beginnen met die lulkoek van uit de EU. Dat moet je sowieso schrappen en dan kun je door. En dat zou zich nu eigenlijk op praktische gronden in feite ook voordoen. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk niet gelukkig met de verrechtsing van Europa. Als je ziet naar wat Meloni in de praktische politiek in Italië doet. Ja, heb je dat gelezen met die lesbische moeders? Ja, ook allemaal van die kinderachtige pesterij. Dat je denkt, waar is dit nou goed voor? Ja. Ja, de reden dat ik het vroeg is natuurlijk ook dat er verkiezingen zijn in Spanje. En daar zie je dus ook daar dat zag het er precies zo uit. Volkspartij in de peilingen. Ja, en daar is ook de vraag, zal die partij. Voor Spanje is die EU natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Dus je ziet dat is, en daarom denk ik dat het een heel leuk stukje was van Caroline de Gruyter. Ze schrijft altijd trouwens hele leuke stukjes. Ik kan iedereen die stukjes van harte aanbevelen, eerlijk gezegd. Weet u er ook eens iets van? In plaats van allerlei kletskoek te verkondigen. Dat zou betekenen dus in feite een veel realistischer Europa-standpunt bij rechts-Europa. Omdat rechts-Europa daadwerkelijk de kans heeft om te regeren. Kijk, als je de kans hebt om te regeren, ja, dan kun je niet volhouden moeten uit de EU. Nee. Nou was het wel zo dat er dus in Spanje, in ieder geval tijdens die verkiezingen, de Volkspartij staat daar in de peilingen goed, maar Vox, dat is die partij dat is een soort van PVV van Spanje. Die staat nu derde of vierde in de peilingen. Maar die schijnt wel eens die coalitie met die PP-partij te kunnen gaan vormen. Dat is het probleem wat je natuurlijk in veel partijen. Daar wees trouwens Caroline de Geijter ook op. Namelijk dat natuurlijk veel gevestigde partijen, waarmee het niet zo best gaat, ook geneigd zijn om naar rechts op te schuiven. Omdat ze zien dat rechts wint met een aantal standpunten. En een van de bekende standpunten is dus emigratie. Dat blijf ik bij mijn punt. Ja, dat is allemaal heel begrijpelijk, maar vraag je dan eens af. Als je ziet wat Duitsland nodig zou hebben op het punt van arbeidskrachten. Vraag je dan eens af hoe we dat gaan oplossen, dat probleem met die arbeidskrachten. Mm.
We krijgen er geen aliens voor. Kun je nog herinneren die regering onder Franco? Dat was natuurlijk ook een hele rechtse regering in Spanje. Hè? Ja, maar dat heeft Spanje natuurlijk heel weinig goed gedaan. Omdat afgezien van het feit dat Spanje wel lid van de NATO mocht worden, was Spanje natuurlijk een outlier. En deed niet mee in Europa. En is pas mee gaan doen natuurlijk toen Franco, al die ledematen gedemonteerd waren, tenslotte daadwerkelijk dood is gegaan. Nu schijnen ze zelfs van plan om dat enorme, denkmaal, ik kan alleen op het Duitse woord komen nu, dat enorme monument wat opgericht is voor Franco, dat ze dat eigenlijk willen afbreken. Ja. Nou, er zijn ook wel wat stemmen in Spanje die zeggen, we krijgen eindelijk sinds Franco misschien weer een rechtse regering in Spanje. Dat zou kunnen. Ja, op zichzelf functioneert de democratie het best als het een beetje nu eens dit en nu eens dat is. Dat is het probleem waar de Partij van de Arbeid in onze grote steden tegenaan gelopen is. Dat je 40, 50 jaar aan de macht bent. Ja, dat leidt tot roest en verstopping der kanalen. En dan is het goed dat je denk ik uitgelazerd wordt. En dat je dan na enige tijd weer terug kunt keren, enigszins opgefrist. Mm. Ja, dat is het ellende van democratie. Dat ik nu toevallig van mening ben dat de meeste rechtse standpunten, dat die tot niets leiden. In zoverre ze van culturele en sentimentele aard zijn. Ik zie niet veel in het traditioneel nationalisme. Ik ben niet trots op Nederland dat we hier stroopwafels hebben of zo. Ik zie daar verder helemaal niks in. Spanje gaat het bijvoorbeeld om het stierenvechten, om dat in stand te houden. En die stemmen ook allemaal op die volkspartij, die mensen die dat vinden. Het stierenvechten, ja. Dat was ik te even vergeten, ja. Laat ze rustig stieren. Ik vind zielen voor die stieren, maar ik bedoel, laat ze rustig stieren vechten. Overigens had de Economist hier ook nog een interessant stuk over. Die schreven dat de eurosceptici in Spanje dat ook wel heel erg meevalt. Er zijn helemaal niet zoveel mensen die dat dus uit willen. Waar je ook kijkt in Europa, zul je zien dat er een vrij ruime meerderheden zijn voor de Europese Unie. En dat sluit weer aan op wat we daarnet hebben gezegd. Namelijk dat die rechtse partijen beginnen te begrijpen dat je met een uitgesproken anti-Europees standpunt gewoon nergens komt. Dat je jezelf, nou ja, Geert Wilders, de fluitende locomotief op het zijspoor. Hè, waar natuurlijk het onkruid toch al wel een halve meter hoog staat. Ja, die niks anders kan. Ja. Die moet tot zijn pensioen er blijven zitten. Ja. Vandaar dat hij nu hoopt dat hij gedoogsteun mag geven. Ja, dan zal hij al die fijne punten van hem, waar hij al die mensen bang mee heeft gemaakt de afgelopen 15 jaar, 20 jaar. Dit zal hij moeten laten vallen. Ja. Of die zet, die kan hij niet realiseren. Ja. Overigens begreep ik ook wel dat ze in Spanje verkiezingsmoe zijn. Omdat ze, volgens mij in 2019 moesten ze twee keer naar de stembus. Hè, omdat die eerste verkiezing niks opleverde qua regering. Ja, we hebben dat ook in Nederland al besproken. Man, eindeloze verkiezingen, joh. We hebben sowieso elke twee jaar verkiezingen. En dan loopt er nog eens een kabinetscrisis met een verkiezing tussendoor. We hebben God beter net een verkiezing gehad in afgelopen maart. Ja, daarvoor hebben we verkiezingen gehad. Nu dan in november of december. Dat had ik niet verteld over die onderzoekjes van de Tom Jan Beers. Waaruit toch voortdurend bleek. Roda. Ja, dat die mensen schoon genoeg hadden van al die verkiezingen. En dat kan ik me best voorstellen. Omdat het ook vaak dat slappe gelul op de televisie. En dan heb je nog die televisiedebatjes. Dat is helemaal. Kunnen we deze keer ook gewoon stoppen met televisiedebatjes. Hou dan wat langere interviews met de prominente leiders, maar hou op met die achterlijke debatjes die niets betekenen. Dat is pure gebakken lucht, is dat. Ja. Wat zei Gijs trouwens nog? Heeft hij nog gepeild van wat Nederland vindt? Ja, maar ik weet niet of ik Gijs en zijn particuliere mededelingen aan mij. Ik was gisteren met hem op stap naar het Dino-park in Bokstel. Hey, Bokstel. Nu echt een keer in Bokstel. Ja, nu niet als een soort van voorbeeld, maar je was toen ja, nu echt. Ja, ik heb zelfs automatisch getankt in Bokstel. Ja, ik was helemaal vergeten dat ik moest tanken. Wat is dat, automatisch tanken? Dat er niet een meneer in een hokje zit. Oh, dat je gewoon zelf moet tanken bedoel je? Ja, dat ik dus eerst moest zoeken naar waar ik dan betalen moet. Dat blijkt dan een onaanzienlijk wit paaltje te zijn. Zet er dan een euroteken boven wat flitst of zo. Maar ja, maar goed, Gijs is wel handig en ik niet. Dus het is ons gelukt.
En het waren hartstikke leuke gesprekken over de volgende dino-podcast. Over een tal van typische dino-problemen. Er ook kleine dino's zijn. Dino-eieren. Dino-kots. Van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Luister ernaar als het zover is. Want hij zit, als Gijs het klaar heeft. Precies, want hij zit nu bij RTL te peilen, maar doet hij in principe hetzelfde werk als dat hij bij een vandaag deed. Ja, in principe hetzelfde werk, ja. Maar ik begreep dat de IO-peiling, ik neem aan dat ik dat wel mag vertellen. Het is een openbare bron. Ja, dat hij, dus de combi, de linkse combi, dat hij daar heel goed scoorde. Oké. Meer nog dan de VVD, begreep ik zelfs. Ja. Nou, en BBB. Of dat, ja, dit zijn natuurlijk, kijk, peilingen zijn sowieso peilingen, laten we dat nooit vergeten. Maar zeker natuurlijk een 4-5 maanden voordat ze ver is, zijn ze sowieso een slag in de lucht natuurlijk. Ja,